Mijn gast van vandaag is Henry Remmers. Ik ben onderweg naar zijn nederig onderkomen in het Zuid-Franse Cannes. Henry is een kleurrijke persoonlijkheid met een rijk creatief en gedreven leven. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het totale concept van het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling in Sevilla. Dat was allemaal in 1992. Hij heeft daarvoor vele onderscheidingen mogen ontvangen. Henry, wat fijn jongen dat we elkaar mogen ontmoeten, man. Op deze mooie plek, hè? Ja, waanzinnig. Ja. En en wat een interessant leven heb je eigenlijk. En dat ben ik echt, want ik ben een beetje gaan googlen en ik kwam erachter dat jij een omvangrijk leven hebt gehad, maar ook met hele verschillende dingen. En je bent begonnen als journalist bij het VNU. Kun je daar iets over vertellen? Hoe oud was je toen ongeveer? Hoe oud was ik? Nou, dat zal ergens zijn rond de 25, 26 jaar. Ja, rond die tijd, 26, 27, zoiets. En wat trok jou in de journalistiek aan? Nou, ik vond wel leuk om verhalen te schrijven, om verslag te doen van zaken die gebeuren in de wereld. En ik was vooral erg geïnteresseerd in mensen. Dus ik heb in die periode ook veel interviews gemaakt en zo. Dat trok mij aan. Maar gaande het hele journalistieke traject. Ik ben ook nog een poosje secretaris geweest van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Voor de tijdschriftendivisie. En Joop Zwart was mijn grote voorbeeld. Daar werkte ik ook voor. En Joop Zwart was de divisiedirecteur van de geïllustreerde pers. Ja, en ik vond dat hele traject van journalistiek vond ik heel leuk. Ik ben sowieso van nature nieuwsgierig en onderzoeker. Dus dat vind ik leuk om dingen te ontdekken. En op een gegeven moment vond ik het ook wel leuk van hoe zo'n tijdschrift tot stand komt. Hoe je dat bedenkt. Dus ik begon een beetje interesse te tonen aan de andere kant van de tafel. Dus minder aan de journalistieke kant, maar meer aan de uitgeverskant. En toen werd ik ook een keer uitgenodigd om in de denktank te gaan zitten van Story. Wauw. Ja, dat bestond toen helemaal niet. Maar de opdracht was van de VNU-bazen dat ze willen graag een tijdschrift maken wat positief denkt over de mensen. Positieve dingen, leuke dingen. Over de bekende mensen in Nederland en buiten Nederland. Nou, daar hebben we met een team van mensen hebben we daar een concept ontwikkeld. En dat is uiteindelijk Story geworden, zoals het nu is. Nu is het waarschijnlijk al hier en daar weer goed veranderd. Maar het leeft nog steeds een Story. Ja, ja. Ja, en daarna kwam Privé. Die ging er ook ruimschoots overheen in abonnees en losse verkoop. Maar het zat allemaal in het hoge niveau. Ja. Gaaf. Hey, en wat ik me ook naar boven kwam toen ik je googelde, was dat je activiteiten deed in Afrika. Betrekking tot scholen en klinieken. Oh ja, dat is eigenlijk een activiteit van een paar goede vrienden van mij, die dat hebben opgezet. En met name Mirjam, mijn vrouw, die heeft daar het meeste aan gedaan. Maar dat is niet meer en minder dan dat wij hebben gesupport het idee van Dirk Kam, de oprichter van MASICS, dat is een foundation, waarin wij proberen dingen te doen die goed zijn voor de mensen daar en wat te kunnen helpen met de gezondheidszorg, met scholen, met de educatie. En dat sprak ons heel erg aan en dan help je daarmee. Dus, dat doe je heel lang? Ja, dat doen we al een poosje. Ja. Ja, ja, dus er worden kliniekjes opgezet. En er worden kapsalons gebouwd, er worden bakkerijtjes gebouwd, zodat de mensen aan de slag kunnen. Ja. We doen aan mini-kredieten, die ook allemaal keurig terug worden betaald. Zo. En dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel van die kredietgeving. Kijk, geld geven en ontvangen. Geld geven is makkelijk, voor sommige mensen. Geld ontvangen is ook makkelijk, maar niet altijd. Want veel mensen die het ontvangen, zeker in Afrika, die hebben ook een bepaalde trots. En die moet je respecteren. En je moet dus iets verzinnen waardoor de mensen het geld weer terug kunnen geven. Op een zodanig manier dat het ze helpt.
En dat doen ze. Dat vonden wij fantastisch. En dat zijn kleine kredietjes, soms van 1000 euro, soms van 5000 euro. En dan kunnen ze iets beginnen en dat betalen ze keurig terug. Ja, man. Ja. Gaaf hoor. Ja, dat is heel leuk. Hey, en op een gegeven moment toen kwam je in de tv-wereld terecht. Hè? En toen werd je door Veronica gevraagd om een programma te maken uiteindelijk. Ja, het begon met een idee dat wij voor de KRO, dat was mijn eerste programma, een programma maakten over de paus. En dat ging via Monsignor van Lierde. Dat was de Vaticaan, vicaris-generaal van de paus. Dus de man die naast de paus staat. Als je die overal ziet, zijn al een paar mannen ernaast. Hij was er één van. En die heeft ons... wij kregen een kijkje in het Vaticaan. Ja. En zo heb ik ook het kortste interview in mijn carrière gehad met de paus, de voormalige paus Wojtyla, op zijn eerste dag van pausen, tijdens de inauguratie. En we werden uitgenodigd en we werden ontvangen door de paus. En toen kwam hij bij mij en toen vroeg ik hem in het Nederlands, ik heb begrepen dat u ook Nederlands verstaat, dat u veel talen spreekt en wellicht ook Nederlands. En toen antwoordde hij terug in het Engels. Hij zegt, nou, ik heb je vraag wel begrepen, zegt hij, maar ik kan niet meer terug praten in het Nederlands. Hij zegt, dat was lang geleden. En toen legt hij zo zijn hand op mijn schouder. En die foto heb ik nog. Hij zegt, dat is lang geleden, zegt hij, maar hij heeft op het seminarium gezeten in België. En vandaar dat hij het Nederlands heeft leren kennen. Maar hij spreekt het niet. Nou, dat was mijn gesprek. Ja. En daarna ging hij verder. Dus je hebt de heilige hand op je schouder mogen ervaren. Mooi. Geweldig. Hey, en ik zag ook dat je toen een bedrijf bent begonnen en dat je in tv-reclames ging. En eigenlijk een beetje special event business bezig was. Ja, we gingen. Dus nadat wij die serie programma's van Remmers ontmoet hebben gemaakt, wat een enorme leuke ervaring was voor ons. Hebben we wat documentaires gemaakt voor televisie. En toen zijn we zo langs, want toen kwam de ster in het leven. De eerste dagen van de ster. Ja, want wij hadden met Nederland 1 en Nederland 2 hadden wij kijkcijfers van meer dan miljoenen. Ongekend, hè? Dus, dat waren nog tijden. Dus met Remmers ontmoet, dus wij hadden hele hoge kijkcijfers. Ja, dat is nu anders. We zijn toen wat meer naar de commerciële kant gegaan. We hebben veel commercials gemaakt. En vanuit die stap van Reko zijn we steeds grotere communicatieprojecten gaan doen. Kijk, communicatie gaat dwars door alles heen. Hè? Dus je kan daar heel lang mee. Dus als dat de rode lijn is, dat is de rode lijn in mijn werkzaamheden, in mijn werkzame leven. Ja, dan kun je veel kanten op. Dus ik heb na de commercials en kregen wij op een gegeven moment de kans om mee te doen om Nederland te vertegenwoordigen op een wereldtentoonstelling. Ja. Waar 173 andere landen ook aanwezig zijn in Sevilla, in Spanje. En wij hebben aan die competitie meegedaan. We werden daarvoor uitgenodigd. En dat vonden we een heel eer dat we al mee kunnen doen. Ongelooflijk, hè? En toen hebben wij een concept bedacht. Waarmee we begonnen. Ongekend. Ja. Wereldtentoonstelling. Ja, de wereldtentoonstelling in Sevilla. Dan praat je over 1992. Ja. En we kregen dat begon in 89. Dan begon dus begonnen wij te denken van hoe zullen we dat gaan doen. Ja. En toen kwamen we al, en we wilden iets origineels. En we begrepen heel goed dat wat we daar maken. Is door de opdracht van de overheid, dus dat is geld van de belastingbetalers. Dus wij wilden ook eigenlijk iets bedenken waardoor je de politiek een plezier meedeed. Namelijk dat je niet aan kapitaalvernietiging doet. Dus we hebben een paviljoen bedacht wat je weer uit elkaar kon halen. En mee kon nemen naar Nederland. Mooi. Terug. En daar weer op kunnen zetten. En nou, dat moet je dan allemaal van tevoren voorbereiden om dat ook voor elkaar te krijgen. Een hele pittige klus. Ja, dus dat is wel gelukt met de ABN. Die heeft er toen gezegd, als jullie het winnen, dan nemen wij het paviljoen over. En we bouwen dat dan in Archeon. En dat wordt dan het hoofdgebouw van Archeon. Zo is Archeon enorm bevoorrecht eigenlijk. Ja, ja. Het hart van de Archeon eigenlijk. Ja, dat was, het ging daar over het ontstaan van de wereld.
Dat was ook een tijdelijke tentoonstelling voor, ik geloof, 5, 6 jaar of zo. En dat is allemaal gebeurd, ja. Dus je hebt Sevilla heb je helemaal ontworpen, zodat het direct eigenlijk als een soort circus verplaatst kan worden. Dus, ja, dus als een Meccano-doos hebben we het in elkaar gezet. Ongekend, man. Ja, dus we hebben het ook weer uit elkaar gehaald. Ja. Op vrachtwagens naar Nederland gebracht en weer opgemaakt. Ja. Ja. En wat was daar te zien in dat paviljoen? Daar ging het over Nederlands waterland. Dus hoe uniek wij in Nederland met het water omgaan. Dat was eigenlijk het grote thema. Zodat je, net als kleiland. En wij zijn zeer knap in het bedenken van hoe wij het water kunnen beheersen. En daar ook voordelen uit kunnen halen. En alle nadelen daarvan weg kunnen houden. Dus het bouwen van dijken, van sluizen. Hoe Nederland eigenlijk onder water ligt als we geen dijken en sluizen zouden hebben. Dat was eigenlijk het hoofdthema. Heel fascinerend onderwerp. En jullie zijn uitverkoren daar, hè? Wij hebben, je bedoelt, we hebben een prijs gehad. Ja. We hebben, volgens mij hebben we twee prijzen gehad voor de architectuur en voor de inhoud. De architectuur was heel uniek, door TNT Design bedacht. En eigenlijk mijn wens was om een paviljoen neer te zetten in Sevilla wat over water gaat. Dus eigenlijk zou je zo'n paviljoen op een waterstraal moeten bouwen. Dat vertelde ik aan die architecten. Ik zeg dan op die waterstraal het Nederlands paviljoen en dan zodanig hoog dat als de bezoekers hun auto's parkeren daar, dat ze wandelend naar de ingang die waterstraal zagen en zeggen, hé, dat is een groot paviljoen op een waterstraal. Dat is Nederland. Dat was natuurlijk niet haalbaar. Maar die waterstraal is naar beneden gegaan. Toen bleef er over een vijver en een eiland. Dus uiteindelijk is het Nederlands paviljoen als een eiland gebouwd met water naar omheen. Ja. Met een brug waar je overheen moet lopen. Ja. En water langs de doeken. Dus op het dak hebben ze water laten lopen en dat liep dan langs de doeken naar beneden. En daardoor had je ook nog het voordeel dat het waren speciale doeken door AXO ontwikkeld. Waardoor als de wind er doorheen gaat en het water er langs gaat, je dus een soort airconditioning hebt. En waardoor het dus binnen circa 4 graden, 5 graden koeler was dan buiten. Dus dan had het een soort airco-effect. Een beetje wat de nomaden deden in de woestijn. Ja. Je gooit een emmertje water op hun tent en dan hebben ze weer een beetje koel. Ja. Hoe lang stond zo'n tent? 6 maanden. Wauw. 6 maanden, ja. Daarna afgebroken en gelijk weer opgebouwd in Archeon? Ja, dus wij hebben gelijk al die vrachtwagens weer naar Nederland gebracht. Ja. Ja, mooi. Maar dit is wel een van je hoogtepunten uit jouw kleurrijke leven. Ja, het was een hele mooie ervaring, een hele leuke ervaring. Met heel veel positieve mensen eromheen. Daardoor en kreeg je ook weer spin-offs, neem ik aan. Ja, zoals dat gaat in het bedrijf, in het zaken, in het leven, je gaat gewoon door. Dus op een gegeven moment hebben we dat gedaan. En toen hadden we eigenlijk al het idee van Corpus in ons achterhoofd. Ja. Om ons een keer een heel groot lichaam te bouwen. Waar je doorheen kunt reizen. Ja. Hoe kwam je op dit idee? Ik zag op een exhibition in Amerika. Was er een grote tentoonstelling over het leven. Met name over voeding. Maar ook over de voortgang van het leven. De voortzetting van het leven. Voortplanting van het leven. En daar was een moeder gebouwd, een exhibit, met een baby in de buik. En wij als bezoeker communiceerden met de baby in die buik. Dus die baby had enorm veel lol, want die hoorde alles wat wij allemaal zeggen tegen hem. Dus verhalen als tegen die vrouw, van goh, die draagt zo mooi. En ik denk dat het een jongetje wordt. En die baby hoort al deze geluiden. En die wist al lang dat het een meisje was natuurlijk. Dus als je daarover doordenkt, dan is het een wonder wat daar gebeurt. Dat er van zo'n dingetje, het is echt een wonder. Als je daar goed over nadenkt, is het leven waar jij en het lichaam wat je hebt, waar je eigenaar van bent, dat is een absoluut wonder. En daar ben ik eens over na gaan denken. En toen dacht ik, eigenlijk zou je gewoon iets moeten maken waar de mensen gewoon het lichaam in kunnen. En gewoon kunnen wandelen. Hè. Er zijn hier en daar wat films over, wat aardige films over gemaakt. Maar je moet dus gewoon zelf kunnen ervaren. En zeggen, ja, ik ga eens door het lichaam wandelen. Dan kom je van alles tegen wat er is gewoon.
Nou, dat hebben we uitgewerkt. Dus dat, daar is het een beetje begonnen. Mooi dan. Hey, en het is, uiteindelijk is dat een zittende reus geworden van 35 meter hoog. Ja. Waar je ja, in een soort 3D-bril, 3D-beleving met koptelefoon op helemaal doorheen loopt. Ja. Het, is een, het is ongeveer een 55 minuten durende wandeling. Experience. Journey through the human body experience. Je gaat in de knie naar binnen en je bezoekt allerlei organen in het lichaam. En je gaat via de hersenen weer eruit. En dan ben je inmiddels op de 7e verdieping. En dan ga je via die 7e verdieping weer terug naar de 6e. En daar vind je alle interactieve informatie over het menselijk lichaam, over gezonde voeding en over veel bewegen. Wow. En ja, dus ik ben begonnen hier om dat een keer op te schrijven voor mezelf. Ik ben geen dokter, dus ik, maar het interesseerde me, dus ik heb wat boeken gelezen, ben er wat doorheen gegaan en dacht, hoe ga je nou, hoe kun je dit nou maken, toegankelijk maken voor de leek? Kijk, als je medicijnen studeert, dan ben je een jaartje of 10 verder, dan weet je er wat vanaf. Ja. Maar wij moeten dat in 55 minuten vertellen aan een leek, zodanig dat het boeiend blijft. Dat ze het interessant vinden, op zijn minst. Ja. En dat het ze raakt. Ja. Dat ze denken, jeetje, ja, dat is toch wel een uniek iets waar wij, wat we bezitten. Daar moeten we toch zuinig op zijn. Ja. Dat was ook een beetje de message. Hè? En dus toen ben ik dat eens op papier gaan zetten. En toen heb ik aan mijn, toen ik dat af had, toen ben ik, heb ik mijn vriend Tom Fouten, dat is een oncoloog, kinderoncoloog, aan Tom gevraagd, Tom, wil je mij, wil je dit eens lezen? Klopt dit allemaal? En klopt dit eigenlijk allemaal wel? En wat kunnen we hier wat meer enzovoort? Nou, Tom was onmiddellijk gefascineerd erdoor. En die heeft mij geholpen met het meedenken aan van wat betreft de medische kant, wat we het beste kunnen doen. Ja. En zo hebben we dus eigenlijk op, uiteindelijk een heel medische adviesraad opgericht. Met alle specialismes erin, dus de KNO-artsen en de cardiologen enzovoort enzovoort. Ja. Dus ik was ook regelmatig op bezoek bij mijn gynaecoloog om te vragen of dit allemaal wel klopt. Ja, goed. Hey, en hoe lang heb jij hierover gedaan om dit allemaal tot stand te brengen? Want het is niet zomaar iets wat... Nee, daar ben ik 6 jaar mee bezig. Zo. Ja, ja, dus je moest eerst het project ontwikkelen, bedenken. Ja. En dan moet je op een gegeven moment dat uitwerken. En dan moet je de grond vinden in de tussentijd. Ja. En dan moet je nagaan denken en dan moet je, ga je met architecten praten. En dan ga je met designers praten en dan kom je uiteindelijk tot een vormgeving. En die, in die tussentijd zoek je naarzicht naar grond en daarnaast zoek je ook naarzicht naar de funding ervan. Want dat moet natuurlijk ook nog gefinancierd worden. Nou, alles met elkaar heeft dat 6 jaar geduurd. Okay. En dit is wel echt jouw huzarenstukje, vind ik gewoon. Ja, ik hoor dat wel eens. En ik vind het ook heel apart. Ik ben nog steeds gefascineerd. Echt waar. Elke reis die ik maak in Corpus vind ik nog steeds fantastisch hoe dat gaat. En je ziet natuurlijk zelf altijd allerlei andere dingen wat je nog beter wil laten zien. Ja. En die kans hebben we nu ook. Wat ik heel graag wil, als dit nou aanslaat in Nederland, en dat doet het. Dat is, na 12 jaar kun je zeggen dat het is aangeslaan. Is het buitenland heel geïnteresseerd. Dus we zijn nu ook naar China. Naar Amerika zijn we gegaan. En de eerste bouwen wij nu in China. Die is nu eind van dit jaar klaar. Door deze coronavirus is alles wat opgeschoven in tijd. Dat is jammer, maar het is niet zo. Het is niet anders. Maar uiteindelijk is het straks af. En dan zijn we natuurlijk, dat wordt state of the art. Dat gaan we, en al die nieuwe ontwikkelingen die we daar bedenken en maken, dat gaan we ook toepassen. En hebben we al voor een deel toegepast in Nederland. Dus in Nederland is het nu ook echt helemaal vernieuwend geworden. Het mens blijft hetzelfde, dat is het voordeel voor ons. Daar hoeven we niet over na te denken. Maar de technologie en hoe je het wil presenteren en hoe je de mensen kunt boeien, dat kunnen we, daar zijn we mee bezig. En jouw droom is eigenlijk om dat in elk hoofdstad van de wereld te doen eigenlijk. Ja, ik denk dat het heel goed is dat mensen hun lichaam leren kennen. Ja. Ik denk, als, en helemaal nu met die corona-periode. Als jij je lichaam goed leert kennen en je weet je immuunsysteem, hoe dat werkt en je weet hoe dat werkt, vrij simpel, dan word je er ook zuinig op. Dan ga je nadenken met het eten, je gaat nadenken met bewegen, je gaat er wat meer over nadenken. En al dat is al heel goed als je er wat meer over nadenkt. Ik denk dat dat enorm helpt bij de gezondheid en dat je je beter voelt. En
De leuke ervaring is dat kinderen, die vinden het verrassend. Die zijn al gelijk mee bezig. Ouderen, als je door het gebouw loopt bij Corpus, dan hoor je ze wel eens tegen elkaar zeggen, ik ga toch eens wat gezonder eten, of wat meer groente eten. Hè, en we moeten gaan wandelen. Dus dat effect zeggen die mensen tegen elkaar. Ik loop wel eens achteraan, dan hoor ik die gesprekken van die mensen. En dan zijn ze daarmee bezig. Ik denk dat dat goed is. Een van de leuke hoogtepunten is natuurlijk dat de koningin Beatrix in de tijd Corpus heeft geopend. En ik mocht haar rondleiden. Ja. En toen kwamen we bij de tong. En waarschuwde ik de majesteit. Ik zei, God, als u wilt kunt u mij even vasthouden, want we gaan zo direct wandelen we over de tong. Ja. En toen zei de majesteit, ze zegt, dat kan ik rustig alleen. Ze zegt, ik ga zo vaak over de tong. Leuk man. Nou, toch wel een hele eer dat Beatrix dit heeft geopend, toch? Ja. Ja. En ze vonden het klaarblijkelijk ook heel gezellig. Ja, het ging allemaal over gezondheid, wat haar erg interesseert. En dat was van begin af aan heel erg spontaan erover. En ze heeft er denk ik ook wel van genoten. Ja. En daarna de kleinkinderen. Ja, ja, ja. Ik heb er echt respect voor, Henry. En ik ben blij dat wij mogen eindigen met Corpus. En de boodschap is inderdaad om aan ons lichaam te denken en in ieder geval er zuinig op te zijn. En ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit gesprek. En dat je de tijd hebt genomen om dit even aan ons te vertellen eigenlijk. Dat doe ik met plezier, zeker als het over Corpus gaat.